eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Kim Holland. The one and only Miss Kim Holland. Je bent er. Ja, Emma. Ik moet zeggen dat ik wel echt heel erg benieuwd ben naar jouw allereerste keren. En voordat we het gaan hebben over jouw eerste keren, ben ik eerst benieuwd naar jouw allereerste celebrity crush. Ja, dat was Don Johnson. Don van Johnson. Miami Vice. Oh, die serie. Van die serie. En een lekkere gladde gast. Nou, voor degenen die hem niet kennen, hier is een plaatje. Leuk, leuk, leuk. Zullen we beginnen? Ja, absoluut. Oké. Okay. Deze koningin van de polderporno-industrie is de beroemdste erotische actrice van Nederland. Tegenwoordig niet meer voor de camera, maar nog wel druk als producer van Hollandse porno. Daarnaast geeft Kim al haar seksuele wijsheid door in coachingsessies en in seksuele voorlichting op scholen. De eerste keer seks. De eerste keer seks. Hoe krijgen we voor elkaar? Hè? Nou, de eerste keer seks, dat is echt gewoon tijdens mijn huwelijksnacht. Ik was 18. Ik was streng Jehovah's getuige. Ja. En dan moet je dus eerst trouwen voor je seks hebt. Maar hoe was dat dan? Hoe was die periode dan? Dat je in moest houden, neem ik aan? Ja, nou heel veel kussen. Ja. Maar ja, nee, niet verder gaan. Toen kwam de huwelijksnacht en toen ging je voor het eerst seks hebben. Ja. En er was er veel voorspel? Dat hebben we een beetje overgeslagen. Oh, we zijn gelijk gewoon zo bam erin gelopen. Ja. Deed jouw eerste keer eigenlijk pijn? Mijn eerste keer deed best pijn, ja. Ja. Dat was best gevoelig. Ja? Ja. Maar, want ik weet mijn eerste keer, dat vond ik echt geen pretje. Ik dacht echt, my god, is dit seks? Nou, eigenlijk niet. Want seks hoort geen pijn te doen. En toch komt het heel vaak voor dat seks wel pijn doet. En dat kan komen omdat je nerveus bent, of gespannen, of omdat je nog niet nat genoeg bent. En als je dit voelt en die pijn ervaart, is het belangrijk om te stoppen, even samen pauze te nemen en te zorgen dat je extra opgewonden wordt. Bouw het gewoon lekker rustig op. Ik zei gewoon doorduwen. Uiteindelijk lukt het wel, ja. Maar dat doorduwen is juist niet goed. Ja, hoe was het daarna? Dacht je van, dit is mijn ding? Of? Nee, ik dacht echt van, nou, we moeten het denk ik nog wel leren. Ja, toch wel, ja. Ja. En dat is ook denk ik het belangrijkste wat je ook aan iedereen wil meegeven die eerste keer hebt. Die eerste keer is alleen maar bedoeld van je eerste stapje maken in het ontdekken van je eigen lichaam, in het ontdekken van het lichaam van de ander en het ontdekken wat lust inhoudt. Wat zou jij andere gelovige jonge mensen aanraden? Nou, dat het heel belangrijk is. Ik vind, iedereen moet zijn eigen geloof en zijn eigen, waar hij zich goed bij voelt in zijn levensopvatting. Maar ik ben daar wel achter gekomen dat het allerbelangrijkste wel is om je eigen lichaam te ontdekken. En om te weten wat je fijn en lekker vindt voor je met een ander überhaupt het bed gaat delen of wat dan ook. Dus voel je niet schuldig als je je eigen lichaam gaat ontdekken. Ja. Er is geen geloof ter wereld die jou dat kan ontnemen. Door naar de volgende. Oh ja. Ja. Ja, nou goed, als je geen zin hebt moet je. Nee, nee, nee. Okay, nou, consent is wel handig, hè. Nou, even de andere kant op hoor, want de eerste keer dronken. Nou, ik moet je zeggen dat ik heel weinig dronken in mijn leven ben geweest. Maar de allereerste keer dronken was ik eigenlijk met een seksscène. En wat was het nou? We hadden in Antwerpen een privé sauna, zwembad, een tropisch eiland met van die neppalmbomen en weet ik het allemaal. Heel ja. Super gave sfeer. En nou, ik denk en door de opwinding en door de champagne. Toen op een gegeven moment, één op het andere moment, schijn ik gewoon hartstikke dronken te zijn. In ieder geval kwam het erop neer dat ik me er zelf niet van kan herinneren. 0,0. Helemaal niet. Nee, ik was op het een of andere moment, nou ja, oud niet, maar gewoon zo dronken als een tort. Ja, Kim, dit wordt ook wel een blackout genoemd. Oftewel tijdelijk geheugenverlies. En dit komt omdat alcohol de werking van je geheugen aantast. Als je namelijk te veel en te snel drinkt, dan worden de herinneringen uit je korte termijn geheugen niet goed overgezet in je lange termijn geheugen, waardoor ze dus poef, verloren gaan. Ze komen ook nooit meer terug. Zorg dus dat je niet te veel en niet te snel drinkt en dat je niet op een lege maag drinkt, want dit kan het effect alleen maar versterken. Nou, ik vond het wel grappig, want ik dacht, nou ja, toch heb ik ook eens een keer meegemaakt. Ja. Nou ja, niet meegemaakt. Nee, maar je was er. Een ander heeft het meegemaakt. Ja, iemand anders. Was dat iets wat je verwacht had, dat dat zou gebeuren?
van dronken zijn? Voor veel mensen is dat een soort van, en dat begrijp ik ook wel, die komen wat losser, maar ik hoef niet los te komen. Jij bent wel los. Aan mij kan je 's ochtends vroeg de meest gekke dingen vragen. Ja. En ik heb dus die losheid niet nodig. Maar je voelt die groepsdruk ook niet? Want vaak is het toch zo dat mensen van, ach joh, doe niet zo laf man. Nee, maar ze vragen aan mij altijd zoveel andere dingen dat ze niet echt bezig zijn met, ze denken, met oh, die, wat ben jij saai, omdat je geen drankje neemt. Dat is wel waar. Ik ben eigenlijk nog nooit saai geweest. Oh mijn god, dat is zo'n goeie. Ja man, want zeg maar echt vaak toch, als je uitgaat, is dat mensen zeggen van, ah joh, doe gewoon gezellig mee. Ja. Maar bij jou kunnen ze het dan inderdaad hebben over visten. En dan zijn ze ook alweer gelukkig. Daarom. Ja, en dan hebben zij vaak een paar drankjes nodig. Nou precies, dat is het ook. Zij moeten op jouw level komen in plaats van andersom. Daarom. Nou, wat goed. Wees gewoon iets meer als Kim Holland en je hoeft je nooit meer awkward te voelen dat je 0% bier drinkt. Gaat gewoon vanzelf. Ja joh. Door naar de volgende, Kim. Oeh. Eerste keer seks met een vrouw. Ja, nee, dat was een hele bijzondere ervaring. En mijn vriend op dat moment, die zei toen ook van, nou, als jij dat leuk vindt, hè, dan gaan we gewoon in zo'n boekje kijken. En wat voor type meisje of vrouw is zo'n catalogus. Nou, eigenlijk echt een seksboekje. Oh ja. Echt een pornoboekje. Oh, die vind je. Ja. En dus ik zag een fotootje van een vrouw. En er stond bij dat ze hield van, oh, achtige spelletjes. En dat houdt dan letterlijk in dat je dus niet weet wat je te wachten staat. Hè? Ik had er een mail gestuurd. En ze had ook gevraagd of ik een foto wilde sturen hoe ik eruit zag enzovoort. En ze zei, nou, we spreken af op het Centraal Station op Haarlem. En op dat moment kwam er een mooie vrouw aangelopen. En die zei, nou, hoi, je hebt met mij een afspraak. Toen moest ze nog de fiets wegzetten. Zo'n fietsenmannetje stond daarbij. En toen deed ze, nou, en toen was ik al helemaal flabbergasted, deed ze de spijkerbroek uit. En dan stond ze helemaal zonder slipje enzovoort. En die man zat ook zo erg met zijn ogen. En ik zat ook, oké. En ze had ook wel tegen mij gezegd dat ik zonder slipje moest in een jurkje. En daar had ik me natuurlijk ook keurig aan gehouden. En net als het de normaalste zaak van de wereld was. Dus jij ziet een dame in een boekje, jij belt of die spreken af op Centraal Station Haarlem. Ja. En zij trekt haar broek uit en ze staat daar gewoon poedelnaakt. Zij doet helemaal poedelnaakt. Zo, dat klinkt lekker. Maar wist je dat dit ook strafbaar is? Als je naakt in het openbaar bent, dan is dit een overtreding van de openbare orde. En die boete die kan oplopen tot €380. Wel heeft Nederland een heel vooruitstrevend beleid als het gaat over naturisme. Zo is er in 1986 een wet aangenomen die bepaalt dat je wel naakt mag zijn, maar alleen op plekken die daarvoor bedoeld zijn. Dus niet het Centraal Station van Haarlem. Een t-shirtje uit en ze doet een jurkje aan. Ze zegt, nou, nu kunnen we samen gaan wandelen. En dat deed ze daar gewoon zo gezellig in dat fietshok. En zij had dus inderdaad als opdracht aan mij gegeven, zorg dat je geen slipje aan hebt, ik ga het controleren. En nou, toen liepen we dus Haarlem in. Nou, toen gingen we het eerste beste op het terras zitten. En toen ging zij niet naast mij zitten, maar ze ging tegenover mij zitten ergens. En toen zei ze, nou, laat maar zien dat je geen slipje aan hebt. Dus ik zat daar zo, oké. Ik had een geel jurkje aan, ik weet het nog zo goed. Dus ik zo een beetje schoorvoetend zo van, oké. En met een heel rood hoofd natuurlijk. En toen zat zij zo heel hard zo te lachen zo van, oké. Dus toen kwamen ze pas naast me zitten. En toen ging ze dus allemaal geile dingen zeggen. En toen zei ik, oké. Op een gegeven moment, toen lopen ze met me mee naar de wc. Toen hield ze me zo aan mijn haren vast. Zeg ze, oh, ik wil allemaal geile dingen met je doen. Dus ze ging allerlei dingen in mijn oor fluisteren. En toen zei ze, maar dat doe ik niet. Dat gaat de volgende keer komen. Oh, dus ik cliffhanger. Ik kon niet meer. Toen zei ze van, nou, volgens mij is het nu tijd. Toen liepen we dus naar Centraal Station weer terug. Ik zag mijn vriend aankomen lopen op dat moment. En net 10 meter voordat ik bij hem was, toen pakte ze me echt zo een beetje ruw beet. Toen gaf ze echt zo'n hele wilde tongzoen. Daar verloor ik me natuurlijk al helemaal in. Ja. En tegelijkertijd als ze die tongzoen gaf, weet je, stopte ze hem ook. En zei ze, oké, volgende keer gaan we verder. Zo. En toen zei ze, maar ik heb genoten. Nou ja, en juist dus ook zo'n dag helemaal niks doen eigenlijk. Oh, dan word je en alleen gek. Maar mentaal elkaar gek maken. Ja, mentaal. Dat is echt een is wel echt een lijve ding ook, hè? Ja, geweldig. Echt geweldig. Ja, en dan hebben jullie nog een eerste keer van mij te goed. Allereerste keer dronken. Ik was een jaar of 14. Ik zat in de trein naar de club toe. En dan denk je, huh, hoe kan dat nou? Ik had aardig wat flessen Passoir jus en bessen en apfelkoren en weet ik het wat allemaal al achterover gekieperd. En het was een verschrikkelijke avond voor mij, want ik was ladderzat in de trein en iedereen lachte me uit. Dus dat heb ik daarna nooit meer gedaan. Goed, naar welke eerste keer ben jij benieuwd? Laat het weten in de comments. En vergeet niet te liken en te subscriben. Dan zie ik je volgende keer.